Het is weer zaterdag, dames en heren. En dat wil zeggen, het is weer tijd voor een nieuwe goede frag. Jee, we zijn weer terug van weg geweest. Vorige week hebben we het natuurlijk gehad over de geschiedenis van verschillende redacteuren. Hoe zijn ze bij Gamersnet gekomen? Was natuurlijk een toffe aflevering. Maar goed, we moeten door. Hè? Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden. En deze week komt de vraag van Pim Huberts. En Pim die vraagt zich af, van welke game zou jij een film of een serie willen zien? Dus, let's go! Wat een fucking goede vraag, Pim. Echt niet normaal. Je zou een aantal cliché antwoorden kunnen geven, als Halo en Mass Effect. Zouden hele vette sci-fi films kunnen zijn. Ik zie dat Tom heel erg nee schudt, maar dat slaat nergens op, want het is mijn frag. Het is mijn moment dit. Even nou. Maar de film waar ik voor ga, de film die ik echt heel graag wil zien, is een film van de oorspronkelijke eerste Bioshock. Hoe vet is dat? Als je daar een beetje goede regisseur op zet, je hebt zo die intro scènes, alles onder water. Maar het vet is de pakken, de Big Daddy pakken ze gewoon in het echt, weet je wel. Maar wat nog vetter is, iedereen in die wereld is helemaal loco. Iedereen is gewoon helemaal gek. Hoe vet is dat om dat te spelen? Als je een soort van, I don't know, een paar weirde acteurs open, blik wilde acteurs opentrekt en dan allemaal de meest weirde shit gaat meemaken in die film. Het lijkt me een beetje een horrorachtige film. Maar wel met een goed verhaal of zo, met van die dingen, van die dingen die je in moet spuiten. Adam en Eve, ja, dank je, Adam. Adam moet je inspuiten, dat klopt. Of Eve, wat moet je nou inspuiten? Het zijn twee verschillende dingen. Twee, moet je allebei inspuiten? Ja. Oké. Okay. Je hebt die plasmids. Ja, die plasmids, die bedoelde ik. Die plasmids die je moet inspuiten. Nou goed, Bioshock lijkt me een fucking vette film. Eigenlijk is dat wat ik het liefste wil. Had ik al gezegd dat je in moest spuiten? Een film of een serie? Ja, nou dan ben ik eigenlijk wel een mazzelpik. Want jullie verwachten waarschijnlijk dat ik een of andere Japanse game of zo zou gaan kiezen. Die dan in een serie zou moeten verwerken. Maar dat heet anime, dus ik weet niet waar het dan over zou gaan. Ja, ik ben eigenlijk wel een mazzelpik. Want Warcraft is net verfilmd. En dat is eigenlijk wel dé serie waar Blizzard eigenlijk altijd ongelooflijk vette animaties voor heeft weten te maken. En sinds Warcraft 3 was. Voor Warcraft 3 was ik eigenlijk al fan van de serie. Nu heb ik World of Warcraft eigenlijk nooit gespeeld. Maar Warcraft 3, waar deze schattige lieve ork in zit. Vooral die heb ik helemaal kapot gespeeld als kind. Ik heb multiplayer helemaal kapot gespeeld. De campaign heb ik echt 3 keer uitgespeeld. En dat verhaal is gewoon zo goed. Als je nu kijkt naar wat World of Warcraft doet en wat de Warcraft lore en zo is. Dat gaat allemaal over de personages die in Warcraft 3 zijn geïntroduceerd. Dus nu hebben ze een mooie film neergezet met Warcraft, die eigenlijk gaat over Warcraft 1. Die kun je ook trouwens de review die ik heb geschreven nog lezen, is wel tof. Ja, ik was er niet van enthousiast over, maar wat nog vetter zou zijn als ze nu gewoon Warcraft 3 gaan zitten verfilmen en dat je dan inderdaad helden als Thrall en Illidan en Arvis krijgt. Ja, dat is. Ja, dat is inderdaad wel een heel goede vraag, Pim. Ik denk dat ik ga voor Shenmue 2. Die heb ik op de oude Xbox namelijk ontzettend veel gespeeld. En ik hou normaal totaal niet van Japanse en Aziatische shit. Ten eerste omdat het fucking snel breekt. En ten tweede omdat de films en anime en zo mij nooit trekken. In tegenstelling tot je moeder. Oh. Oh. Maar er zijn twee goede dingen die uit Azië komen. Dat is sushi. En dat is Shenmue 2 en de hele Shenmue-serie eigenlijk. Gewoon omdat de game is al een verhaal op zich en niet zo'n crappy uitgemolken ding met een enorm budget zoals Call of Duty. Nee, het is gewoon echt een verhaal. Want wat het verhaal dan precies ook is, dat weet ik niet meer, maar dat is juist het vette eraan. Want dat kan ik dan helemaal opnieuw gaan beleven. Je bent Ryo Hazuki en je komt uit Japan en je bent in China op zoek naar iets. Wat, geen flauw idee, maar je bent op zoek naar iets. En ik heb er als kind van 10, 11, 12, ontzettend veel tijd in zitten op de oude originele Xbox. En ik denk dat ik dat avontuur, zoals ik het me herinner, graag nog een keertje zou willen zien op de originele Xbox. Of, sorry, op tv in een geweldige serie of geweldige film. En volgens mij zit er een Magikarp hier in de buurt, dus ik moet echt eventjes weg jongens, sorry. Hele goede frag, Pim. Oprecht, omdat het de eerste frag is waar ik echt een beetje over na heb moeten denken. Meestal met de meeste frags was ik zo van, oh ja, dat is het, klaar. En dan ging ik dat opnemen hier in die stoel en dan was het gewoon, that's it, zeg maar. Maar goed, nee, dit vind ik wel een interessantere vraag. Dus ik heb er even over nagedacht en ik kwam uiteindelijk neer op een game die ik echt... Ik heb genoten van het verhaal, ik heb genoten van hoe de gameplay was, ik heb genoten van hoe het hele concept was.
Dus ik zou graag een film, niet een serie, een film willen zien van Portal. 1 of 2. Maakt me eigenlijk niet uit of het 1 of 2 is. Gewoon een Portal film zou gewoon heel vet kunnen zijn. Want je hebt natuurlijk Chell die daarin vastzit in dat hele complex. Maar ja, dat zou een beetje een raar hoofdpersoon zijn. Het zou, ik weet niet hoe ze die storytelling in die film zouden moeten doen. Want ja, natuurlijk in de game zegt Chell niet zozeer iets. Maar goed, weet je, je hebt wel een GLaDOS die een fantastische monoloog kan houden. En je hebt een Wheatley. Oh mijn god, wat hou ik van Wheatley. Oh, die Britse stem en hoe die dingen deed en gewoon die humor die hij had, dat was echt fantastisch. Well, I can't do it if you're watching. Ja, je hebt natuurlijk ook nog Cave Johnson die langskomt met If life gives you lemons, you throw them back at life of zo. Ik weet niet meer hoe precies die quote was, maar Portal 2 was een puzzelgame die gewoon vol zat met een fantastisch verhalend element. En ik denk dat ze daarin, ja, die film zou je dan een beetje moeten zien als een soort van Cube, maar dan met humor. En voor de mensen die Cube niet hebben gezien, ga Cube Zero of zo een keer kijken. Het is... je kotst jezelf uit, maar het is fantastisch uiteindelijk. Dus jee. Portal man, Portal film, hit me up. Doe dit Valve, doe dit, alsjeblieft Valve. Vergeet Half-Life 3, schrap maar gewoon. Portal film, let's go. Waar zou ik graag een film of serie van willen zien? Heel veel komt eigenlijk al uit. Assassin's Creed komt eraan, Uncharted komt eraan. Metal Gear Solid, ja, dit is eigenlijk al een soort van film van, heel oud. Maar ik heb even na zitten denken, de Banner Saga. Ik heb natuurlijk net de Banner Saga 2 gereviewd en de eerste game eerder dit jaar. En het is zo'n enorm vet Viking epos. We hebben natuurlijk al Vikings een serie, maar een film of een trilogie film van de Banner Saga lijkt me heel erg vet. Dat echt een karavaan moet wegtrekken van de Dredge. De wereld wordt omsloten door Dredge, door vreselijke wezens. En je gaat met een groep mensen en met een groep vrouw moet je gaan reizen om, zeg maar, ja, weg te gaan van alle ellende. Je moet een veilige plek vinden op aarde om te kunnen overleven. En alle intriges, alle keuzes, alle consequenties in de Banner Saga zijn zo intens, bevatten zoveel emotie en ja, ook heel veel strijd, heel erg veel ruzie binnen de groepen mensen en Varl, zeg maar. Dus als ze dat om kunnen toveren tot een film, ja, dat zou fantastisch zijn. En natuurlijk in de Noorse Viking epische saga shit setting, dat lijkt me zo ontzettend vet. Dus ja, waarom niet? Ik zou zeggen, Stoic, start een Kickstarter of zo voor een film over de Banner Saga. Ja, goede vraag. Ik zit een beetje te denken in het horror psychologische thriller genre, zeg maar, degene waar ik het meest voor doe, de meeste films die ik kijk. En als ik dan zit te denken welke game ik graag verfilmd zou willen zien, dan ga ik toch voor The Suffering. En het is misschien niet een hele bekende game van, maar de mensen die hem kennen, was het op de PlayStation 2 te spelen. Het ging over een gast die in de gevangenis kwam, je wist niet waarom. En juist wanneer jij in de gevangenis kwam, all hell breaks loose, zeg maar. Je wordt echt achtervolgd door mensen met, zombiesachtige gasten met zwaarders, armen en benen. En ventjes met injectienaalden in zich die zich proberen in je hoofd te rammen. Het is echt de meest bloederige, spannende game die ik ooit in mijn leven gespeeld heb. Het heeft misschien iets mee te maken dat ik misschien zo jong was dat ik hem daarom zo spannend vond. Maar damn, nachten van wakker gelegen. Die film, ik zou het liefst willen dat die film geregisseerd werd door Rob Zombie, denk ik. Ik denk dat hij er wel kan, dat hij er wel goed voor is. Het is vooral eigenlijk heel erg bloederig, veel ledematen die je rond ziet vliegen. Maar het heeft ook een beetje een psychologisch kantje, want tijdens dat jij die probeert uit de gevangenis te ontsnappen, word jij steeds gebeld door je vrouw die zegt van why did you do it? En dan op een gegeven moment kun je ook je ragebar vullen, volgens mij, als ik het goed nog weet herinneren. En als je die vol had, dan kon je ervoor kiezen om een heel groot beest te worden. Met een mes als hand, dan kon je al die zombies kon je kapot gaan hakken en slaan. Waardoor het natuurlijk nog bloederiger werd. Dus ik zie het wel, ja, ik denk dat het wel een hit gaat worden eigenlijk. Gewoon lekker een keer een hekken slasher, het is lang geleden dat het is geworden, joh. Tegenwoordig moet dan van, oh, jumpscares, nee. Hoppakee, ledemaatjes de lucht in. En dat was het dus voor de goede frag van deze week. Hele interessante antwoorden. We hopen eigenlijk ook dat jij zelf ook een game hebt waarvan je zegt van er zit wel een goede serie of een goede film in. Dus dat mag je zeker even laten weten in de reacties. En vergeet ook vooral niet een nieuwe frag te droppen voor volgende week. Wij hebben weer allemaal redacteuren hier. We gaan weer een goede frag maken. Kom met een leuke persoonlijke vraag. En dan gaan wij die voor jou beantwoorden. Tot volgende week.